na, na. Ja? Heb je zin in of niet? Ik heb er altijd zin in, Martijn. Want het is weer tijd voor de Junkyard Race. En, nog veel beter nieuws, we hebben weer een eigen auto. Yes, die huur-BMW die hebben we weggedaan, want BMW'tjes, dat heeft iedereen al. Jullie zijn voorspelbaar, jongens. Jullie zijn allemaal voorspelbaar. En wij? Wij komen gewoon weer met iets wat je niet zoveel ziet op de grid. Dat heeft misschien een reden, komen we later op terug. Vooral aan het eind van de race, denk ik. Alfa Romeo 156 Sportwagon. Sport, hè? Als er sport in de naam zit, ga je sowieso altijd winnen. Opgebouwd door MBO Rijnland. Deze sticker, wel verdiend. Jullie hebben misschien de avontuur al gezien. Wouter heeft de auto gekocht bij het beste autobedrijf van Nederland. In Rotterdam natuurlijk. En vervolgens moesten we heel veel gewicht toevoegen aan staal wat er uitgerot was. Dat is allemaal keurig gebeurd. Er zit een kooi in. De auto is helemaal klaargemaakt. Het weer is goed. Het circuit is nog een beetje aan het opdrogen. Maar de voorspellingen zijn dat het droog blijft vandaag. Dus er staat ons eigenlijk heel weinig in de weg om een goed resultaat neer te zetten. Los van het feit dat we toch een 1.8 T-Spark in het vooronder hebben. Die nog wel zijn koppakking eruit wil blazen. Dus ik hoop maar dat die heel blijft. Maar als dat heel blijft, dan komt het goed. En als Wouter tenminste niet in de eerste stint meteen de banden helemaal opfikt. Want Wouter gaat als eerste rijden. Die gaat starten. En hopelijk ga ik hem dan eind van de dag over de finish brengen. Sorry. Voordat we naar het team gaan. Eventjes een beetje carporn. Een beetje gewoon dubstep muziekje misschien, Martijn. Is leuk om een keer te doen. Dat heb ik wel eens gezien op internetvideo's. Dubstep muziekje. Beetje slow motion. En dan ook even de belangrijke details, zoals de killswitch, de temperatuurmeter. Kon wel eens heel belangrijk worden vandaag. Er staat ook een grote gele pijl bij, dus die moet even in beeld. En we hebben een soort van diffuser-achtig ding. Dus carporn. Gewoon carporn. Maak er iets moois van. De naam is verkeerd geschreven. Er staat Carson. Maar dat is Carcelio, dit is Carcelio. We weten het Italiaans, hè? Thema is Italiaans vandaag. Dus meteen maar beginnen met het grote geheim. Wat zat er gisteravond op je pizza? Scusi, waar ben je poepie? Lekker. Lekker. Even serieus, wat worden de rondetijden? Want jij hebt deze racer uitgezocht, jij hebt hier verwachtingen bij, jij hebt alle berekeningen gedaan. Waar ben je poepie? Nee, volgens mij 2.24 was vorig jaar de referentietijd. Dus ik durf met deze auto wel aan. Ik zou denk ik wel 2.28 moeten kunnen rijden met deze auto. We doen even twee rondjes. Dan gaan we even de wielbouten natrekken. En dan doe ik nog een paar rondjes. Volgens mij in bochten naar rechts hoef je niet echt je nekspieren te gebruiken. Kun je gewoon leunen. Ja, eigenlijk wel, ja. Volgende rijder ook, gewoon denk ik. Wat vind je ervan? Ja, hij doet het nog steeds prima. Hij kwam wel wat power tekort hier. Ik heb het niet gezien, gelukkig. Hij werd ingehaald door een van die BMW compactjes op het rechte end. En ik dacht, in de race had ik er gewoon hem ervoor gegooid. Maar ik denk, om nou in de training al iemand in mijn dode hoek toch nog een klein beetje af te snijden. Denk ik, ja. Dus ik denk dat het voor ons team ook wel een lekker vriendelijke auto is. Want ik zag de Galaxy Girls achter mij. Die probeerden mij bij te houden in de bochten. Die gingen even de rond in. Mooi, hè? Zandvoort in de ochtend. Stil nog. Wachten tot de eerste bolides voorbij komen blazen. Even rustig inrijden. Daar gaat ze hoor. Ah, je hebt hem op. Wat vind je er zelf van? Het is niet veilig dit, hè? Wat denk je, Jaap? Rondetijden vandaag, wat gaat het worden? Ik hoor net dat Wouter in zijn eerste rondjes 2.30 heeft gehaald. Ik denk dat we vandaag voor 2.28 gaan. 2.28. Dus jij gaat die battle keihard aan met Wouter? Ik ga die battle keihard aan en ik denk wel dat ik hem ga verliezen. Jaap is rustig, dus Jaap gaat in ieder geval een rustige tijd zetten. Heel rustig. Gewoon relax. Maakt zich niet druk, die jongen. Zo mooi om te zien dat gewoon nu al
professioneler aan toe gaat dan ooit. Want we hebben nu tenminste een fatsoenlijke crew die de bandenspanning checkt en de wielen natrekt, dat soort dingen. Dat is in 6 deelnames nog nooit eerder gebeurd. De jaarlijkse Youngtimer meeting. Ja, de training gaat zo beginnen, maar de auto's staan nu mooi opgeleid. Dus we kunnen eventjes snel een soort walk-by maken van alle auto's. En dan eventjes aandacht besteden aan het thema natuurlijk. Dat is dit keer klassieke race liveries, liveries, hoe je het ook maar uit wil spreken. En we beginnen even bij de dames. Nou, die hebben denk ik gekozen voor silberpfeilen of zo, want er zit niet heel veel stickers op. Oh, ze is aan het bellen. Ja, je moet even ophangen, sorry. Het thema was klassieke racers. Wat is jullie thema? In het kader van Less is More hebben wij gekozen voor de we hebben nu een Mercedes-BMW. Ja? Silverfire. Juist, dus dit is de auto nummer 12. Dus dit moet, dat zie je ook met het 3D-effect, hè? De W196 van Fangio voorstellen. Roodmans. Hier, Jägermeister. Altijd goed natuurlijk, ook heel klassiek. BMW Art Car. Dit is voor mij al wel misschien wel een beetje de winnaar qua looks. Dit is echt een fantastisch mooi ding. En hier hebben we dan een BMW in klassieke BMW kleuren, natuurlijk altijd goed. Een Audi in Sport Quattro look, met mooi de volledig zwarte grill, dat hebben ze leuk gedaan. Team Prutsers heeft, ik heb geen idee eigenlijk wat voor livery dit is. Ah, kijk, klassiek Martini en Alfa Romeo broertje. Hè? Dat is, hier gaan wij ons aan meten, dit is onze concurrent voor vandaag. Ik geloof dat hier een V6 in ligt, dus qua vermogen op het rechtstuk gaan we het wat lastiger krijgen, vrees ik. Kijk, Porsche, kijk, mooi. Het is niet echt een Porsche. De Puma is er toch gewoon weer bij, hè? Volgens mij is dit de meest kort gereden auto uit de historie van de Junkyard Race. Maar ze zijn er toch weer bij, de jongens. Mooi Red Bull thema. Ja, dit is ook wel weer goed gedaan, hè? Met het ding bovenop. Dit is gewoon Max Verstappen 2.0 dit. Max, eat your heart out. En mooi, ik vind dit soort dingen gaaf, hè? Gewoon net even dit extra stukje aerodynamica. Achterbumper eraf. Weight reduction. Oh, dikke diffuser, alles. Super. Ja, de jongens hebben wel weer goed hun best gedaan. Die hebben ook al een paar keer de prijs gewonnen voor best versierde auto, volgens mij. En Marlboro. Dit is Senna himself, denk ik. Ballen, we zijn nog geen kwartier bezig in de vrije training en er wordt al iemand naar binnen gesleept. Ja, zo'n BMW, hè, dat zie je dus gewoon. Je moet geen BMW rijden. Te voorspelbaar. Ga stuk. Ja, we dachten we hoeven even een pitstop. Het uitstappen ging echt super. Alleen Harry gaat rijden. En Harry, ik schrijf ook over auto's, is dat? Die staat zijn schoenen nog te strikken. Wat wordt je rondetijd? Ik heb echt werkelijk geen idee. Ik zet in op 6,5 minuut. 6,5 minuut. Nee, maar er is één iemand die er echt verstand van heeft wat er vandaag gaat gebeuren. Ramon. Goeiedag. Hoi. MBO Rijnland, jullie hebben onze auto opgebouwd. Jullie nemen zelf deel met de Saxo die daar natuurlijk staat. Wat is jouw verwachting voor zowel jullie eigen team als ons? Nou, voor ons eigen team natuurlijk. Die rijden we gewoon uit, tuurlijk. Er staat iemand nu wel daar met een momentsleutel iets te dreigen. Maar nee, ja, ik denk dat het alles of niks is. Dus hij gaat of de race uitrijden of hij gaat gewoon het rechtstuk stuk. Het rechte stuk. Dus, maar dan gaat hij in ieder geval met een mooie rookwolk hiervoor. Dus dan hebben we het op beeld. Zo'n beetje eindrecht stuk, zo'n beetje zo, dan verwacht ik. Ja. Er is een reden waarom wij geen 156 V6 rijden. Ik bedoel, het is echt een waanzinnig blok. Maar het is wel, kijk, die 1.8 is gewoon rete betrouwbaar. We hebben al 8 rondjes gereden. Nee, dit is wel zuur. Maar dit is wel, ik weet niet waar het lekt. Maar het lekt goed. Ja jongens, dit is zover. Je ziet achter mij auto's voorbij komen. Code 60 is ingegaan, dus we hebben nu 5 minuten van 60 km per uur. Hey! Wouter Carcelio achter het stuur. Die gaat de race starten en het gaat zo beginnen. Het is toch altijd weer spannend. Ik heb er wel weer zin in. Komt hij aan voor de eerste pitstop? Daar. De auto schakelt niet heel lekker naar z'n drie, horen we net. Ja, dat gewoon af, en dat was in het begin niet. Je zou het moeten kunnen zien aan de rondetijden, maar... Ja, je was inderdaad 2 seconden langzamer dan je eerste ronde, de laatste ronde die je reed. Oh ja, nu al problemen met de versnellingsbak. Er staan
staan op dak. Dus even kijken. Hij moet nu elk moment aankomen. En hij gaat de pits in. Dat is niet volgens planning. Dus ik denk dat wij even naar de pitbox moeten. Ja, dit is niet helemaal zoals we de auto willen zien. Wordt pitstop of de pitbox ingeduwd? Dus we gaan even checken wat er aan de hand is. Wouter zei al toen ik instapte van derde versnelling doet het niet heel lekker. Dat was een beetje een understatement. Je moest hem recht inrammen en anders dan deed hij helemaal niks. Nou, op een gegeven moment hield de tweede er ook helemaal mee op. Iemand nog een versnellingsbak voor een 156 liggen toevallig? De cilinder is waarschijnlijk kapot. Het pedaal dat blijft hangen. Wanneer hij hem in zijn versnelling wou zetten, kwam hij dus niet in zijn versnelling. Go Bella. Wat was er aan de hand en gaan we het halen? Het gaat halen wordt spannend. Maar de koppelingscilinder die werkt niet meer optimaal. Alleen in dit geval is de koppelingscilinder verwerkt zeg maar, in de versnellingsbak. Dus als je daar wat in wil doen, dan moet je eerst de versnellingsbak eraf halen. Dat kost jullie ongeveer een kwartiertje, toch? Nou, iets meer. Maar hoe heb je het kunnen fixen nu dan? We hebben nu de ontluchtingsnippel losgehaald. We hebben ontlucht. En geprobeerd met nieuwe remvloeistof of die het gaat redden. Maar hij voelt niet 100% aan. Komt hij er nou aan? Nee, dat is weer iemand anders. We zijn iets over de helft van de race. Versnellingsbakproblemen, ik hoef het allemaal niet meer uit te leggen. Want het gaat niet zo heel lekker met onze Alfa Romeo 156, helaas. We rijden nog wel, voor zover ik weet. Maar ik heb al even niemand gezien. Het kan zijn dat er een pitstop bezig is op dit moment. En dat Jaap weer uit de auto gaat en de volgende rijder erin. Er wordt ondertussen achter mij iemand teruggesleept naar de pits. Ja, het zijn oude spullen. Hè? Soms gaat het stuk. We rijden nog. Ik zie ons rijden. Super. Dus, hè? Start nummer 1 komt zometeen weer voorbij blaffen. Zoals altijd gaan we natuurlijk ook even op de parkeerplaats kijken. Wat er weer allemaal voor diks staat. Een hele dikke Megane daar. Mooie M135i. Maar die auto's kennen jullie al een beetje. Dus we gaan eens even verder kijken. Een Q7 op zwarte wielen. Daarachter een M550D, denk ik. Ook nice hoor. Een Alfa 159, Autoblogs antwoord op alles als het gaat om automobiele vraagstukken. XJ? Ja, dat is een XJ. Met een S3 ernaast, op winterbandjes. Een BMW Z4 met 4 uitlaatpijpen. Daarom heet die Z4. Daarom heet die Z4? Ja, dat zou kunnen Martijn, dan weet ik niet of dat de reden is. Een Toyota Starlet, dat was een grote favoriet van een van onze oud-bloggers. Ja. Maar deze is wel redelijk de moeder getuned, zo te zien. Een Golfje GL. En GL ruimt op, plat op je mel. En dat ligt dit Golfje ook. Kloppen. Oh, het is ook gewoon een GT3. Ha! Oké, dan reken ik hem goed. Een of andere aftandse Audi. Zo'n allrood is dit of wat is het? Ik weet niet. Deze dingen zijn wel echt een beetje passé. Het is gewoon een beetje geweest, die auto. Ik weet niet. Ja. Dit is ook wel nice. Deze is van mijn collega Ruben. Ruben heeft een M3 E92. Ja, het is gewoon... Het is toch wel een beetje... De ultieme, nu soort van betaalbare M is dit, hè? Het is gewoon handbak, V8, lekkere auto in het zwart, anthracite wielen en hij is te koop. Dus als je hem wil kopen, doe eventjes een berichtje naar Ruben. Want voor de juiste prijs mag hij gaan. Oh, hij vindt dat je deze gewoon moet opknappen, vind ik eigenlijk ook. Maar dan moet je wel even iets bedenken voor de betrouwbaarheid. Want wij rijden ook met een 156. En wij staan ook meer hier dan dat we buiten op de baan zijn. Dat is een twinspark. Ja, maar dat is een twinspark. Ja, nou, hey, tot nu toe, dat motorblok is oké. Alleen de versnellingsbak is elke keer... Dat is wel heel vervelend. Ja, deze heeft gewoon koelproblemen. Ergens heeft hij iets van een blokkade gehad. Of in het verleden hebben ze wat verkeerd middel doorheen gegooid. Maar de koppakking ligt er nu uit. Maar ja, gelukkig hebben we nog genoeg reserveonderdelen liggen. Dus volgend jaar gaan we weer. Zo, hoe ging het? Ja, best wel goed. Ja? Ja, ja. Beetje tijden kunnen rijden? Ja, het is mijn eerste keer op Zandvoort, dus op de baan blijven is de boodschap. Hè. Ja, Harry,
is weer binnengekomen. Blijft in de auto zitten voorlopig. Lijkt erop dat er toch wel weer een probleem is met de versnellingsbak. Hij schiet nu uit zijn versnelling. Dus hij is niet helemaal fris meer. En ik hoor net ook iemand roepen dat er iets lekt bij de intake. Dus ja. Italiaanse degelijkheid, gok ik. Ik laat de man even een werk doen en dan ga ik zo even vragen wat er aan de hand was. Ondertussen, probeer maar. Klinkt ook niet heel soepel. Team MBO Rijnland. Supermooi. En de Alfa die de Saxo een beetje bijhaalt. Wel lief zijn voor de Saxo, hè? Nou te rennen dan! Lukt even mee! Hoi jongen! Hey. Wat ga je doen dan? Even kijken of er iemand nog aan het tanken is. Dat kan natuurlijk zorgen voor een onnodig oponthoud en dat willen we niet. Oh, jullie zijn echt heel fanatiek, hè? Hij vindt het goed, ze mogen tanken. Hemig, daar al die moeite voor, ik ben kapot, ik ben gesloopt. Had je hem net op. Je was er helemaal klaar voor. Ga je nou speciaal voor de camera alles eraf doen? Voor jou doe ik hem graag af, jongen. Je had hem best op mogen houden. Je kan ook gewoon praten met dingen. Ja, maar kom op, kijk eens thuis, hè. Met een gezicht bij. Jullie hadden een probleempje met de stabilisatorstang? Ja, stabilisatorstang was afgebroken, maar dat hadden we echt in de eerste stint al. Dus we zijn wel door gaan rijden, maar die auto is zo instabiel. Eigenlijk is dat een beetje scary. We gaan nu rijden. Maar maak ik het verhaal af, ja? Zijn ze ondertussen naar Amsterdam en Haarlem gereden voor onderdelen. En terwijl Evelyn hier heel snel moet gaan zijn, want haar auto komt al aanrijden. Ik moet even de muts op. Oh jee, dit wordt de traagste rijderswissel. En dat is allemaal de schuld van de interviewer natuurlijk. Zo mooi, Evelyn is dan gefocust, hè? Evelyn die gaat nu vol gas. Die zit echt, hoppa, kijk, ze krijgt hulp. Hans wordt vastgeklikt. Heel verstandig trouwens om Hans te gebruiken, want dat is echt een veiligheidssysteem wat een hoop kan helpen als je een crash hebt. Zij gaat nu de handschoenen aantrekken. Kijk. Dit is wel een team. Dit is een geolied team. Je ziet dat deze mensen al een tijdje samenwerken. Hop. In de auto klimmen. Oh jee. Ah, is toch leuk. Ja, dan moet je je helm niet afdoen voor het interview, Evelyn. Dan krijg je dat. Ja, dat doet hij maar één keer, hè. Wat heb jij nou in je hand? Een draagarm. Kijk, kogel is eruit. Heeft dat iets te maken met dat ontzettende camber van jullie? Ja, dat is een beetje toespoor. Ja, het zijn onze buren, we helpen onze buren. Oh, okay. Maar we helpen ze natuurlijk van de regen in de drup. Dat snap ik natuurlijk zelf ook. We gaan de dingen achterstevoren monteren, maar dat weten ze nog niet. Dus, achterstevoren, binnenste, buiten. We helpen wel, ja precies. Kasper Wouter! Eerlijk zeggen, wat was een mooi moment. De geboorte van je kinderen of met de Alfa finisher. Gewoon over de finishlijn, niet uitvallen, gewoon punt scoren. Het ligt dicht bij elkaar. Ik had natuurlijk twee kinderen die bijna tegelijk geboren werden, maar dan toch over de finish komen met de Alfa. Ja. Ik heb de eerste twee ronden kon ik nog soort van schakelen tussen 2 en 4. En toen bij het aanremmen van de Hugenholz, toen... voelde ik de koppeling helemaal wegvallen onder mijn voet. Ik denk, oké, nu gaat hij in 4 en dan komt hij niet meer uit. Dus de rest van de race heb ik in 4 gereden. Ik heb ongeveer, ik denk, 8-9 ronden lang die Dacia achter me kunnen houden. Serieus. Terwijl je in de 4e versnelling reed? In de 4e versnelling. Alleen toen haalde op een gegeven moment een van die Civics haalde mij in. En die viel stil naar de Tarzan. Ik zat achter hem klem en toen kon hij me voorbij. Daarna was ik hem kwijt. Maar ik zeg met een nieuw versnellingsbakje, zouden we heel misschien wel van deze auto kunnen gaan houden. Ja, en uitlaat je een beetje iets, ja, dat is iets meer herrie. Meer herrie, misschien stiekem pk'tje of 30 erbij. 40, 50, 60, 100. 100. V8'je erin. Nee, er is helemaal niks mis mee met die auto. Doet het prima nog. Geen probleem.
was hem, jongens. De Junkyard Race. De eerste van dit jaar. Komen er natuurlijk meer. De mannen van MBO Rijnland hebben lekker een biertje nu. En eerlijk is eerlijk aan hun hebben te danken dat we überhaupt de finish hebben gehaald. Dus wat dat betreft, Raymond, bedankt. Mannen, bedankt. Crew, bedankt. Super, en op naar de volgende. En wij moeten op zoek naar een nieuwe versnellingsbak.